ik zou meer willen kijken naar het bijvoorbeeld met tekenen of meer met het ontwerpen. En desto een beetje op bouwtechniek, om te kijken hoe dat gaat. Waar zou je na je studie terecht kunnen komen? Ik denk dat op dit moment de situatie in de bouw is dat je, als jij je opleiding HAN bouwkunde af hebt, dat je eigenlijk overal terecht kan. De bedrijven staan nu als derdejaars student, word je al gevraagd om te komen werken. Zelfs tweedejaars studenten worden al gevraagd om bij hun stages te blijven en eventueel nog opdrachten te maken naast de schooltijden. Ja, in eerste instantie wil ik dus nog bij een architectenbureau terecht. En als het echt kan, mijn eigen architectenbureau. Want ik gaandeweg op de opleiding ben ik ook wel langzaam geïnteresseerd geraakt in het uitvoerder zijn. Daar zie ik natuurlijk nog wel mijn mogelijkheden liggen. Je kunt een volgstudie doen aan de universiteit of master kiezen. Je kunt ook aan het werk gaan bij verschillende bouwbedrijven of projectmanagement of uitvoering of bij een tekenbureau. Ik heb denk ik niet echt iets met hele dagen op een kantoor zitten, tekenen. Ik wil ook echt wel het doen en het zien. En dat lijkt me dus wel leuk aan een uitvoerder. Dat je ook daadwerkelijk op de bouw mensen helpt, mensen aanstuurt. Je eigen inbreng ook kan zien daadwerkelijk. Ik zou meer willen kijken naar het bijvoorbeeld met tekenen of meer met het ontwerpen. En desto een beetje op bouwtechniek, om te kijken hoe dat gaat. Maar wat mij heel erg aantrok eigenlijk was een beetje de commerciële kant van bouwkunde. Toen ik op stage zat, kwamen er behoorlijk veel bedrijven langs met een bepaald product. Eentje die me bijvoorbeeld heel erg bijbleef was een betonanker van Hilti. En dat was een heel simpel ding, maar hij kwam bij ons op de bouwplaats samen met een collega van hem. En hij kwam vertellen en hij kwam zijn product verkopen eigenlijk. Toen dacht ik bij mezelf van dat lijkt me ook wel heel erg tof om te doen. Ik ben